Welkom bij de Oosttribune Extra. Jan van Staaij heeft zijn vakantie er al op zitten. Onderbroken, hè? Onderbroken. Ja, want dit is hot nieuws, hè, natuurlijk. Ja, het is niet zomaar wat dit. En Tijmen van Wissing, je was bij de bruiloft van de pers, voormalig persvoorlichter van Go Ahead. Dat riekt een beetje naar, oud-collega Wouter Rutgers, getrouwd. Daar heb ik nog nooit een primeur van gehad. Nog Wouter nooit. Is echt top. Die was echt top. Ja. Niks mis mee. Maar daar ben je geweest, bovenop een berg. Ja. En ook eigenlijk nog midden in de vakantie. Maar ja, de voetballerij, 24 uur, 7 dagen per week moet je aanstaan in de voetballerij. En wij vinden ons dan als Oosttribune zo belangrijk dat wij een extra uitzending gaan maken. Het is één grote voetbaljungle, want het is weer zover. Nou, dit was toch wel de dag die je wist die zou komen? Ja. Met de trick van Dick Schreuder? Ja, laten we hier nou niet gaan zitten van, we worden verrast. Want, ik zei het al een paar keer, en jullie hebben hem ook nog eventjes gesproken tijdens de huldiging, met name na afloop. Ja, nou, dan proefde je toch al wel dat hij zou gaan vertrekken. Jan van Staaij en ondergetekende zaten in de auto, we gingen door de poort. Perfect georganiseerd, de huldiging van PEC Zwolle. En Jan en ik keken elkaar aan, die gaat niet blijven. Nee. Maar toch, we hadden ook al een paar keer een gesprek erover. Utrecht, Fortuna. Groningen. En al die andere clubs waar hij op de koffie is geweest. En toen hadden we op een gegeven moment zoiets van, al die Nederlandse clubs zijn wel redelijk gevuld nu. Sparta, Nijkamp, dat zag ik nog niet zo zitten. Waarom zag je dat niet zitten? Nou, op een of andere manier zie ik dat niet als een twee-eenheid. Nee, maar opleiding van Feyenoord genoten, kent de Rotterdamse Nee, zeker. Ritten. Nou ja, hij zou natuurlijk wel... PSV, hè, Dick Schreuder? Zijn broer Alfred bij Feyenoord. Maar goed, hij heeft wel natuurlijk zijn visitekaartje afgegeven. Nee. Dus ook de clubs in Nederland, waar hij mee gesproken hebt, dat zijn niet de kleinste clubjes. We hebben het dus over het vertrek van Dick Schreuder, alle duidelijkheid. Die gaat weg bij PEC Zwolle, zou vandaag voor de eerste training op het trainingsveld verschijnen. Hij heeft gevraagd om ontbinding van zijn contract aan Marcel Boudestein. Want hij verkiest een Spaanse club boven het avontuur met PEC Zwolle in de Nederlandse Eredivisie. Een derde divisionist. Hoe komen ze daarbij? Een club die in de begin jaren 90 nog wel in de Primera Division acteerde. Maar nu dus op het derde niveau. Afgelopen weekend net de promotie gemist naar de tweede divisie in Spanje. Maar het is wel een club met veel ambitie. Er zit een rijke miljonair achter. Ook de eigenaar van Brentford en Brighton. Dus die connectie... Brentford? Ja. Oh, dus daar heeft hij daar niet... Dat is die miljardair. Daar hebben ze ook al contact mee gehad. En die miljonair... Nee, Schreuder heeft toch met de landvlucht in Engeland gewerkt? Ja. En ze hebben ook al met Leeds... Bij die club? Met Leeds hebben ze ook al contact gehad. Dus dat contact is er al van enkele jaren. En zeker ook het contact is veel beter geworden, omdat hij PEC dus naar de Eredivisie heeft gebracht. En hij heeft hem wel gevolgd, die eigenaar al daar. Pits 32 is een gokbedrijf. Er zit veel geld achter en die willen gewoon doorstoten naar de Primera Division. Er zitten 15.000 toeschouwers kunnen erin in het stadion. Dus het is wel een serieuze club. Het is niet zomaar een achteraf veldje waar je wegkwijnt. En ook het leven is daar goed. Het is op... een half uurtje rijden van Valencia. Nou, Jan, jij kent die omgeving. Ik ken die omgeving, ja, dat is aardig. Ja. Nee, maar goed, als je een type trainer zoekt in de opbouw, want daar gaat het natuurlijk nu om, gekoppeld aan financiën, want dat is natuurlijk wel duidelijk. Hè? Hij neemt zijn eigen staf mee. En ja, goed, ze hebben hem ook gevolgd en zijn ontwikkelingen zijn gewoon prima. Word je ook nog trainer van het jaar? Ja, speelt maar allemaal mee. Hij heeft het niet chic gedaan en dat wisten we van Dick Schreuder. Wat heeft hij niet chic gedaan? Hij heeft toch te vaak gewinkeld bij andere clubs en... Toen zei hij van ik sta toch vrij om te praten met bepaalde eigenaren. Om te kijken, een beetje sparren met die mensen. Ook met de eigenaar van Fortuna zit dat bijvoorbeeld. Met Vitesse is er heel veel contact geweest. Ja, zo is hij continu... Hij is wel een laadbloeier, hè? Want hij is 50er, denk ik. Zeker. En hij is 4 keer afgewezen. Hebben we het vaker over gehad. En hij brandt van ambitie. Het is een geweldige trainer. Ik heb vaker gezegd, een verrijking voor de Eredivisie. Als je de 18 keer Dick Schreuder hebt in de Eredivisie, heb je 4 miljoen kijkers bij de samenvattingen. Dus ik heb echt genoten van hem als trainer. Maar hij heeft wel iets... Maar dit past wel bij de Schreuders. Wat licht achter Baks hebben ze allemaal wel een beetje over. Nee, ja, tuurlijk nee, wel. Nee, je kunt ook gewoon je contract uitdienen. Maar het is iemand die gewoon heel veel kwaliteit heeft. En ik hou me hard vast dit jaar bij Zwolle. Nee, de Schreuders, Hoffenheim, tussendoor naar Amerika, is weggegaan. Ja, maar dat is toch achter Baks, Bert? Nah.
Nou ja, je kan je soms gewoon beter uitspreken. Dat je denkt van mijn ambities liggen toch in het buitenland. Nou, dan het is nu weer zo'n moment. Maar, bij Zwolle, maar denken jullie niet dat hij het intern. Natuurlijk wel. Ja, nee, dat is ook zo. Dat speelt, nou, al langer. En hebben ze bij Pek Zwolle. Pek Zwolle was natuurlijk ook niet in de lead in deze. Die hebben gedacht van nou laten we hopen dat hij zijn woorden niet wagen maken. Dat hij gewoon lekker bij ons blijft. Ja, maar die hielden hier wel rekening mee. Want anders heb je binnen no time geen andere trainer. Want, zo simpel na deze gewoon. Uitzending moet ik met gezwinde spoed naar Zwolle. Ja. Want daar wordt een nieuwe trainer al gepresenteerd. Nou, ja, maar sorry Jansen. Zullen we eerst even naar de dag van vandaag? Want ja. Zwolle stond dus vandaag voor de allereerste keer op het trainingsveld. Wij zitten nog in de vakantiemodus, of gaan nog in de vakantiemodus zitten. Maar de spelers van PEC Zwolle zijn dus vandaag begonnen. Henry van der Vecht leidde de training samen met Diederik Boer. Er was dus geen Dick Schreuder, geen Medunjanin in. En nog een videoman-analyst heeft hij meegenomen richting Spanje. Maar wie er wel was, dat was de technisch directeur Marcel Boudestein. Ja, er is gewoon heel veel belangstelling geweest de afgelopen seizoen. We hebben meerdere keren weg kunnen gaan. Toen is dat niet gebeurd. We hebben een paar weken geleden nog met elkaar gesproken. Toen was er nog niet zo heel veel aan de hand. We hebben besloten om het door te gaan in de Eredivisie. Maar ja, dan komt er in één keer iets tussendoor waarvan hij vindt dat hij dat niet kan weigeren. En dan ga je het gesprek aan met elkaar. En ja, toen werd me wel duidelijk dat dit een project was waar hij op in wilde gaan. En dan ga je kijken. Nou ja, kan je hem nog behouden of niet? En zo niet, nou, hoe kunnen we het dan zo goed mogelijk oplossen met elkaar? Dat hebben we gedaan. Ik vind altijd dat je rustig moet blijven in dit soort situaties. En altijd moet kijken van, hoe kom je er zo goed mogelijk uit? En uiteindelijk, het is niet voor het eerst dat er belangstelling is voor Dick. Dus ik zou wel heel erg dom zijn als ik niet een plan B heb klaarliggen. Ja, plan B is dus Johnny Jansen. Johnny Jansen, van Dick Schreuder naar Johnny Jansen. Ja. Heeft in de Eredivisie gewerkt bij Heerenveen, dat is een pre. Zit nu ergens in Libanon. En ik kan me ook nog herinneren, want ik heb bij Utrecht tegen Heerenveen. Die wedstrijd hebben wij samen nog een keer gedaan, Jan. Bij Heerenveen waren ze wel eigenlijk klaar met Johnny Jansen. Ja, nou, de manier van hoe hij zich presenteerde en ook de resultaten. Want uiteindelijk gaat het daarom altijd. Hè? Want dit was een droom. Hè? Heerenveen was een droomclub. Dat was een geweldige uitdaging. Hij heeft jarenlang als assistent gewerkt. Ja, toen kwam het moment daar. En dan zie je ook wat een verschil dat uit kan maken. Hè? Eén stoeltje verderop. Daar is de druk gewoon groter. Je moet overal presteren. Maar als hoofdtrainer, ja, dan moet je gewoon voorop de troepen staan. Maar wat ik met Boudestein, die zei, ja, een paar weken geleden heb ik Dick nog gesproken. Ja, maar die hadden elke dag contact met elkaar. En je zoekt ook een trainer die bij die directeur past. Dat geldt voor beide, want dat is één team. Dat kan niet zonder elkaar. Nou, Johnny Jansen, dat is dan waarschijnlijk bij Boudestein. Het liep niet over van vrolijkheid, dat spel van Heerenveen onder Johnny Jansen. Nee, nee, helemaal niet. Nee. En dan heeft in april getekend bij Safa, inderdaad in Libanon, na 100 dagen in Beirut. Die zitten erop voor Johnny Jansen. Henk Wijngaard heeft daar een liedje over geschreven. Die gaat er iets anders maar. Maar zegt toch eigenlijk ook al genoeg dat je na Heerenveen eigenlijk bijna de kans niet krijgt om naar een andere club te gaan in Nederland? Nee, want je hoorde wel dat hij er niet heel goed op stond. Dus ik vind het een hele verrassende move. Ja, weet je waarom ik een verkeerd beeld van Johnny Jansen heb? Ik vind het een aardig man. Ik heb hem bij, wat was het, Heerenveen Heracles vorig jaar in die coronaperiode. Even met hem staan praten. Ik moet denken aan die ESPN-docu. Dat hij iedereen in een blik gunde in de kleedkamer. En hoe hij met mensen omging. Ja, heel kwetsbaar vond ik dat. Ja, aan de ene kant vond ik dat heel goed dat hij dat deed. Maar aan de andere kant denk ik van, nou, te kwetsbaar is ook niet goed. Nou, nee, maar hij werd heb er gewoon geen goed gevoel bij. Nee, dat is jouw gevoel vind ik nou niet zo heel relevant. Maar die van jou wel. Nee. Ja. Daarom moet je proberen te staven met wat je gezien hebt in die periode. Ja. En de resultaten waren niet goed. En ik vond ook het spel gewoon niet sprankelend. Tactisch ook niet. Want hij had daar wel Joey Veerman onder zijn hoede. Ja, had een aardige selectie. Dus hij kon best wel aardig voetballen. Ja. Maar, nee. Maar dat is duidelijk. Maar je krijgt ook een beeld door al deze documentaires bijvoorbeeld. Als je zo open bent, dan heb je niet het gevoel bij hem dat er een echte baas staat. Bij Dick Schreuder heb je altijd het gevoel, die bepaalt wat er gebeurt. Nou, deze jongen die is toch wat anders qua karakter. En je kan geen kopie zijn van Dick Schreuder. Maar hij moet het nu gaan waarmaken. Maar het belangrijkste voor mij is gewoon, hoe gaat hij met die TD om? En wat is zijn invloed? Daar gaat het om. Neem nu de selectie. Maar wie had het anders kunnen doen dan? Er zijn toch zat trainers? Ja, ik had het wel aangedurfd met Heitinga bijvoorbeeld. Ja, maar dat geeft een andere ambitie aan, hè? Ja. Dan. Nou, als je met dat soort namen gaat komen. Wie zegt dat de sabbatical van Ron Jansen niet al op zit? Ron Jansen heb ik vorige week gesproken hier in de studio. Ron Jansen gaat dat niet doen. Nee, ik ga het absoluut. Maar er zijn toch zo'n trainers? Ja, nee, maar wat jij aanstipt, Jan. Zwolle kwam met John van der Schip. Kwam met Ron Jans. Nou, Dick Schreuder,
Art Langler, Dwight Lodewegers. En in dat rijtje vind ik Johnny Jansen niet. Dan denk ik van, nou, dat zegt ook veel over de situatie waarin Zwolle op dit moment verkeert, Tijmen van Wissing. Nou ja, financieel is het een jamboel. Komende week komt er ook een artikel in de Stentor. Is een heel aantal sponsors die ontevreden is. Wekamp, Kraft. Die doen daar ook wel een boekje open. Boudestein heeft ook niet de financiële middelen die ze hadden in het jaar dat ze degradeerden. Ik vond hem nog vrij laconiek vanochtend. Maar ik wil dus even naar het gevoel van die spelers. Als je die jongens nu hebt meegemaakt die gedegradeerd zijn. Die zullen met het nodige chagrijn zijn begonnen aan de training. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat ze nu zich wild geschrokken zijn, toch? Ja, dat lijkt me dat wel. Dat het gevoel nu nog beroerder is. Zullen we even naar Bram van Polen, de aanvoerder. Die was blij dat Dick Schreuder trainer werd. Kreeg het plezier ook weer terug onder Dick Schreuder. Was op en top fit, Bram van Polen. Hij vindt het een aderlating. Ja, ik kreeg het gisteren hoor. Ik moest even op het kantoortje komen. En toen zei hij meteen, ja, tuurlijk is dat heel jammer. Want hij heeft het bij ons gewoon heel goed gedaan. Hij heeft het publiek wel een beetje weer voor ons gewonnen, vond ik. En echt het plezier in het voetballen bij. Nou, dat had iedereen eigenlijk wel een beetje. Maar dat heeft hij wel weer teruggebracht hier in en rondom Zwolle. Dat het in ieder geval weer positief over Zwolle ging door de manier van spelen. En hij is daar gewoon heel vernieuwend in geweest. Dus daarin alle complimenten aan de trainer. Alleen je weet ook als het goed gaat. We zijn al een paar spelers kwijtgeraakt. Ja, dan kun je ook een trainer kwijtraken. Ja, helaas zijn we hem nu kwijt. Ja, maar Van der Bijl ben je kwijt. Ja. Ja, dat is een van de beste. Taha, belangrijke schakel. Thomas Beelen. Nou, Twente lijkt niet meer in de markt. Die AZ. 1,5 miljoen geboden en daar houdt het bij op wat betreft Twente. Maar misschien, ja, alles is vloeibaar deze periode. Maar AZ lijkt een hele goede kandidaat. Maar daar wachten ze nog op het vertrek van Hatzidiakos en Sam Beukema. Ja. Nee, maar goed, kijk, het is niet makkelijk. Ze verdienen natuurlijk veel aan transfers, zeker voor zo'n club die vanuit een divisie lager komt. Maar hoe voel je dan die kwaliteit erop? Maar die hartjes, hij zit te wachten op, denk ik, huurlingen. Ja, die Hartjes die zou komen. Ja. Ja, die heeft gesproken met Dick Schreuder. Maar Hartjes Excelsior zit nu op het vinkentouw. Die hebben de beste papieren. Dat, ja, als je met Dick Schreuder aan tafel zit, dan tuurlijk ben je geneigd om eerder naar Zwolle te gaan dan, ja. Ja, maar financieel is er gewoon niet veel mogelijk bij Zwolle. En ik zou ook wel 2 keer nadenken als ik onder Dick Schreuder zou kunnen gaan werken. Dan zou ik eerder toehappen dan onder Johnny Jansen op dit moment. Ja. Nou ja, maar bij Schreuder heb je Mark ook het Diemers gevoel. Ja. Nou, wie trekt ze over de streep nu? Hè? Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Maar Schreuder krijgt Diemers aan de praat. Maar Kenneth Vermeer, die schijnt ook uit de koker van Menno Janik nog te zijn gekomen. Nou, die gaat gewoon eerst de keeper worden. Schendelaar gaat dan ook nog richting ook de uitgang. Vertrekken? Ja. Daar willen ze gewoon geld van maken, denk ik. Ja, dat is gewoon ook een keeper van Jong Oranje. Hij is op dit moment ook met de selectie weg. Dus dat hebben ze wel slim gedaan. Nee, dat vind ik ook een goeie, hoor. Want Vermeer ga je natuurlijk niet voor de bank halen, 37 jaar. Er werd vandaag nog wel gezegd dat ze inderdaad gelijkwaardig zijn. En dat ze het gevecht moeten aangaan. Maar ja, dan hoor je alweer van derde dat de lease-regeling van Schendelaar alweer is opgezegd. Dus zo gaan die dingen dan, hè. Ja, zo werkt ook de voetballerij. Maar het seizoen is nog maar we zitten er middenin. Heerlijk, ja. Meteen al. Tuurlijk. Nee, maar goed, we moeten Johnny Jansen wel het voordeel van de twijfel geven. Ja, jij begon ook met Dick Schreuder meteen te haken toen hij kwam. Nee, je moet er altijd blanco instappen. Maar ik had bij Schreuder had ik helemaal geen idee wat ik kon verwachten. Bij Johnny Jansen heb ik een klein idee wat ik kan verwachten. En ja, mijn verwachtingen zijn niet hoopvol. Ik ben benieuwd hoe lang dit al speelt. Want hij gedurende al een half jaar weten we al dat Dick Schreuder overal op lijstje staat, gesprekken heeft gevoerd. Dus dan is het voor Boudestein natuurlijk al heel snel schakelen geweest. Van dit is misschien mijn kandidaat dan wel. En nu komt het in de versnelling. Ja, en nu moeten we maar kijken. Maar hij weet heus wel hoe dat Zwolle er nu uitziet. Dat is niet vandaag bekend. Maar weet hij toch, die Jansen. Weet je hoe ze bij Johnny Jansen zijn gekomen? Nee, want jij zegt ook altijd, ik denk die lijnen. Ik ga vanavond dus naar Boudestein en naar de presentatie van Jansen. En dan horen we hoe de verhouding is geweest de afgelopen periode. Ja, en assistenten duidelijk. Nee, daar is ook nog niets bekend over. Nou, misschien dat Henny Spijkerman ook wel terugkomt. Ja, dus. Dan kun je ook wel in Zwolle gaan doen. Ja. Is toch je grote vriend, of niet? Dag. Heb alleen maar vrienden, joh. Heb alleen maar vrienden, tuurlijk. Nee, maar het is op dit moment. Als trainer van Zwolle heeft hij destijds niet goed gedaan. Nee, maar het is op dit moment niet echt een vrolijke bedoeling in de provincie. Nee, maar laten we heel eerlijk zijn. Op het moment dat het vandaag gaat spelen, je gaat trainen, je raakt je trainer kwijt, is het gewoon heel vervelend. Maar ik raad het de mensen aan. Kijk, en ik wil niet weer inhakken op Boudestein, maar
het was gespeelde. Ja, alsof hij alles onder controle heeft. Ja. Je hebt het interview ook gezien. Ja, langs het trainingsveld. En dan acteert hij daar toch even de technisch directeur die alles in grip heeft. Nou, totaal niet. We gaan nog even naar Boudestein. Want die hoopt zijn selectie de komende tijd nog op een paar posities te versterken. We willen zeker denk ik nog wel een stuk of 6-7 spelers gaan toevoegen. Maar ik heb daarnaast ook heel veel vertrouwen in deze groep. Hè. Het is niet zomaar een groep die hier staat. Het is niet zomaar dat je even promoveert. En deze groep is met 15 punten voor op nummer 3 en 18 punten voor op nummer 4 is gepromoveerd. Dus joh, ik ben ook heel rustig. Ik vind RKC een mooi voorbeeld. Die in de voorbereiding met 6-0 achter stond tegen ons in de rust. En toen pas ging denken, nou, wij moeten wat anders halen. En die omstandigheid zitten we ook. We kunnen geen spelers halen die transfersommen kosten. Dus we moeten geduld hebben. Als er nu een speler transfervrij is, hebben we 10 concurrenten die allemaal meer betalen dan ons. En ik wil geen spelers die niet beter zijn dan wat er nu staat. Dat snap ik wel. Nou, hij wil geen spelers halen die niet minder zijn. Die minder zijn. Gelijkwaardig zijn. Die moeten beter zijn als je die gaat halen. Of die zullen ook duurder zijn. Of spelers waar je wat aan hebt in de nabije toekomst. Nee, maar als jij gewoon niet met geld over de brug kunt komen, dan gaan ze nu nog met hoge salarissen komen, hè, al die andere clubs. Dit vind ik op zich wel een gezonde houding, zoals hij het schetst. Nee, maar ik dacht, Cleonise die gaat naar RKC Waalwijk, de speler van FC Twente, denk van, nou, dat... Ja, maar die doen altijd van dat soort zijn die al te duur? Trucs, hè? Nee, maar RKC heeft het onder controle altijd wel. Nou, maar daar word ik ook nog niet heel vrolijk van. Nee, maar je hebt het over Zwolle. Hè. We hebben toch Zwolle gaat niet meedoen om Europees voetbal. Die gaan handhaven. Ja, handhaven. Dat is de opdracht, toch? Dat wordt nog meer de kluif. Ja. Je bent heel sceptisch. Nou, oké. Nee, je moet straks het speelveld over een paar weken aftasten hoe de groep er dan op staat. Hè. Als Belen blijft, dan heb ik ook al iets meer vertrouwen in de achterhoede. Ik zou niet weten hoeveel meer er nu op staat. Kijk, je hebt nog wel een redelijk geraamte. Hè. Kijk, uiteindelijk was Ryan niet de eerste keeper trouwens in Amerika, toch? Als Ryan Thomas fit is, laatste jaren. Huiberts, heb je gewoon... Dat zijn kan. Dat is wel licht. Divisiespelers. Maar dan moet je een sterke middenveld erbij hebben. Lennart T. is wel een spits die in de Eredivisie mee kan. Nou, je hebt Velios er nog achter. Dus dat is allemaal wel redelijk. Nou, en als je achterin Belen van Polen en van Hintem hebt. En Kerstendaal als backup. Chirino rechtsback, geloof ik wel in. Dan heb je een aardige basis. Ja. Maar ook meteen al Eredivisie waardig. Nou, dat zal in de voorbereiding, als je tegen behoorlijke tegenstanders gaat spelen, zal dan blijken hoe ze overeind blijven. Kijk, als je veel wint en iedereen fit is zoals het laatste jaar en de manier van spelen, zoals Zwolle speelde, kost veel kracht. Maar dat voelden ze zich prettig bij. En dan hadden ze meer kwaliteit vaak dan de tegenstander. Maar ja, als ze toch echt in de problemen gaan komen in de Eredivisie tegen betere ploegen. Nou, plus dat die spelers, die weten nu al anderhalf jaar, na Aad Langelen is er een totale metamorfose geweest. Hè? En die spelers hadden het binnen een paar weken wel onder de knie. Dat systeem van Dick Schreuder, het afjagen. En dat zit er nou zo ingebeiteld bij die spelers. En maar Schreuder mocht ook alles ophalen, hè? Nee, zeker. Maar ze hebben de sleutels aan die trainer. Stijn Meijer hebben ze opgehaald, hebben ze niks aan gehad. Ze hebben ook heel wat spelers opgehaald. Want dat is eigenlijk wel onderbelicht gebleven. Ja, maar ze hebben vorig jaar ook nog veel geld uitgegeven. Ja, ze hebben behoorlijk tekort. Tutarima, ze hebben vorig jaar gewoon gegokt om meteen weer terug te komen naar de Eredivisie. Ja, maar kon je iets dus ook deed. Maar kon je, ze hebben nooit meer wat van gezien. Ja, nee, uiteindelijk. Tutarima dan. Ja, ook heb je er bijna niets aan gehad. Maar uiteindelijk is het wel het vakmanschap van Schreuder geweest. Ja, en daarom, je hebt hem de sleutels gegeven. En die geef je dus nu eigenlijk aan Johnny Jansen. Nou. Maar ik denk dat die sleutels gewoon bij Boudestein blijven, hoor. Nu. Ja. Ik moet nog zien dat hij ook nog blijft zitten. Dat gaat ook geen gelukkig huwelijk worden, hè, tussen Boudestein en Van Wissing. Ik moet nog zien dat hij blijft. Hè? Nou, je gaat er naartoe weer. Dus, waar Van Wissing en Ron Jans naarmate de tijd... Dat was een leuk koppel. Ja, het werd echt een goed koppel, dat zei Jans ook. Ik heb niet het gevoel dat jij als ik nou vanavond op de presentatie binnenkom, champagne, Boudestein daar staat, dat hij denkt, hé, leuk, Van Wissing. Ik kan beter gaan in deze. Jij smeert hem altijd met honing in. Nee, het seizoen moet nog beginnen. Nu begin je al. Ik zeg maar, ik denk dat ik in deze beter kan gaan. Toch, Jan? Ja, nou, je had een goed gesprek met Boudestein. Ja. Maar je moet hem ook wel een beetje kriebelen. Ja. Je moet hem een beetje prikkelen, die Boudestein. Het moet niet zo zijn van, nou joh, we hebben wel een aardige helft. Daar is Tijmen. Ik had die vraag meteen erin gestoken van, hallo, wat hier loopt. We kijken wat weg is. Ik heb gewoon meerdere voorbeelden dat hij gewoon onbetrouwbaar is.
En dat vind ik een kwalijke eigenschap. Dat is wel heel. Hoe zeg je, en die heb ik ook wel een paar keer benoemd. Oh, daar loop ik ook niet voor weg. Bij de degradatie bij Sparta. De mensen die heel erg betrouwbaar zijn in de voetballerij, toch Jan? Die worden er minder. Ik vind gewoon dat hij hele vieze spelletjes heeft gespeeld met Mike Willems. En los van of Mike Willems nou gefunctioneerd heeft daar in Zwolle of niet, had hij niet moeten doen. En ook het gelul over Stijn Meijer wel of niet. Stijn wie? Ook naar Merle van der Stentor. Daar hou ik niet van die dingetjes. Hou dan gewoon je mel dicht. Maar goed, ik ben ook Jan Strooijer gewend, hè? Dat is een open boek. Ja. Ja. We gaan even naar Bram van Polen. Ik heb de vraag aan jullie gesteld. Maar we hebben natuurlijk ook de vraag aan Van Polen gesteld. De aanvoerder, de routinier bij PEC Zwolle. Is deze selectie Eredivisie waardig? Nee, er moet echt wel wat bij nog. Ja. En waar praten we dan concreet over? Waar moet echt versterking komen? Ja, er zal achterin, middenveld en voorin zal er echt nog wat... qua keepers zitten we nu wel goed. Alleen ik denk dat overal alle linies hebben wel wat spelers nodig. Maar ik denk dat iedereen zich dat wel realiseert. Ja, wat wilde je zeggen? Nee, ik zeg, we zitten al in blessuretijd. Oh, je bent de regisseur ook. Ja, maar ik zei nog... Het leidinggevend zit er echt in. Ja, ik had chef wordt. Goed. Hij is eigenlijk de Marcel Boudestein van ons... Hij is wel betrouwbaar, vind ik, hoor. Ja, dat wel. Even tussendoor. Maar ik zeg ook niet dat Marcel Boudestein onbetrouwbaar is. Nee, dat zou ik nooit zeggen op tv. Nee, jij zult je vingers nooit tussen de deur krijgen. Nou, hier, moet kijken. Als je gaat bussen. Is dit een bewijs of is het? Ja, je gaat bussen wel. Is wel waar, ja. Ja, dat had je niet verwacht. Je hebt van die wingers, die vormen je naar je postuur. Maar ik zeg toch ook dat ik geen vertrouwen heb in Johnny Jansen. En ik hoop dat hij het heel goed gaat doen bij Heerenveen. Maar ik wil nog even benoemen. Ja. Edvardsen naar Go Eagles, spits. Ja. International van Zweden. Ja, veel geld voor betaald. En Unuvar, dat gaat rondkomen met Twente. Dat vind ik gewoon een leuke aankoop. En die hebben een optie, dus die hebben geen optie tot koop. Maar als die doorverkocht wordt door Ajax, krijgt Twente wel een percentage mee. Wat is dat linkje met Twente en Ajax? Wie zit ertussen? Toch heel opvallend vaak spelers van Ajax de laatste tijd. Maar goed, die hebben ook al om tafel gezeten rondom Regeer. En Eiting. Ja. Ah. Nou, goed, dus gaat dat door, Eiting? Nou, ja, Strooijer die verwacht deze week alleen Unuvar. En Heracles Limbombe, gaat dat rondkomen? Nou, dat vind ik wel een speler die daar past. Van Roda. Ja. Maar dat is ook een speler die dan af en toe weer op de bank zit en dan periodes en rondom de winter zie je hem nooit. Maar de keersmaker vind ik wel leuk. Absoluut, goede speler. Ja, goed over nagedacht. Nou, ik ga even gezellig bij Boudestein op de koffie. Veel plezier jij, dat zal lukken. Ja, dat is goed. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wie die als assistent meegenomen. Ricky Talan of zo, zullen dat soort types meekomen? Uit de Heerenveen groep? Ja? Ja, zou zomaar kunnen. Nou, Tijmen weet dat straks wel. Ricky Talan? Ricky Talan, ja. Die is altijd assistent geweest, jarenlang. Ja. Of Ronnie Pander, dat soort types. Is dat niet Jeffrey Talan dan? Ricky Talan, Jeffrey Talan kan ook, ja. Rick Talan is volgens mij heel scherp. Ja. Rick Talan is zijn oom of zijn vader. Jeffrey Talan wordt nog in Talan gespeeld. Ja. Ricky Talan komt uit het roemruchte AZ met Kees Kist. Was hij de backup spits, toch Jan? Ja. Nou, dit was we zijn er weer. We zijn er weer. Dit was hem, de eerste aflevering van de Oosttribune. Wij zitten nog midden in de vakantiemodus, maar de bal rolt weer. De voorbereiding is begonnen en we hebben de eerste rel al te pakken. Dick Schreuder op dag 1 van het nieuwe voetbalseizoen 2023-2024 vertrekt als trainer van PEC. En Johnny Jansen is zijn opvolger.